Nou, we hebben hier ongeveer 552 volgers zitten. Dat is niet ongeveer, dat is eigenlijk precies 552. Wij hebben op het ogenblik 9 keurmeesters, die keuren alle volgers. En 1 aspirant keurmeester, die moet het dus nog leren. En die leert het in de praktijk. Elke keurmeester heeft zijn eigen specialiteit. We hebben keurmeesters die zijn heel breed. Die doen de kromsnavels en de tropische vogels. Maar daarnaast hebben we ook keurmeesters die doen de kleurkanaries. En keurmeesters die doen de postuurkanaries. Dus dat is een verschillende tak van sport. En iedereen heeft zijn eigen specialisme. Nou, verandert de wetgeving wat betreft het houden van exotische dieren, dus ook vogels, per 1 januari. En wat heeft dat voor gevolgen? Nou ja, de gevolgen kunnen enorm zijn als wij daar als Vogelbond niet wat aan doen. Hè. Dus wij willen het eigenlijk voor zijn. En dat heeft vooral te maken met dierenwelzijn. Dat wil zeggen dat we vogels niet meer mogen houden als we er geen deskundigheid in hebben. Wij moeten dus aantonen dat wij deskundig zijn met het kweken van vogels. En dat kunnen we doen door hier onze vogels te laten zien. Alle vogels die hier zitten zijn in principe eigen kweek. Als een vogel niet helemaal, laat maar zeggen, in conditie is, dan komen ze niet tot eigen kweek. Dan komen ze niet tot eieren leggen en jongen opvoeden. Dus wij proberen de omgeving van de vogels zoveel mogelijk na te bouwen. En dat proberen we ook aan onze staatssecretaris uit te leggen. Dus onze Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is al druk met politiek in overleg over welke vogels er niet en wel gehouden kunnen worden. Welke staatssecretaris gaat daarover? Het gaat over staatssecretaris Sharon Dijksma. Ja, die komt uit de buurt, maar dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Hè. Zij moet natuurlijk ook, laten we zeggen, de Europese wetgeving volgen. Gelukkig is onze bond een voorloper loper op alles wat met dierwelzijn te maken heeft. Dus wij stellen eisen aan het houden van vogels, maar ook het brengen van vogels in een tentoonstelling. En nou zou je zeggen van, goh, deze vogels die zitten in een klein kooitje, ook achter mij heel goed te zien. Hè. Dit zijn eigenlijk vogels die in het wild voorkomen. Maar ze zitten tijdelijk eventjes in deze kooien. En dat is maximaal 5 dagen. En daarna gaan ze weer terug naar hun eigen grote kooien en eigen ruimte.